Focus hier, leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Portfolio Show. Het is lastig om één aandeel aan te wijzen en te zeggen, dit is mijn favoriet voor de lange termijn. Maar ik heb het toch geprobeerd. En als ik nu één aandeel moet kiezen voor de komende 10 jaar, dan ga ik voor Facebook. Met deze conclusie is het dus ook tijd om aandelen van Facebook toe te voegen aan het portfolio, dus laten we maar snel beginnen. Het portfolio heeft tot nu toe 3 losse aandelen, Fuel TV, NIO en Cresco Labs. Oftewel een streamingdienst, maker van elektrische auto's en een aandeel in de cannabis sector. En Facebook zit in de informatietechnologie sector. Dus vanaf dag 1 zorgen we al voor behoorlijk wat spreiding. Maar de spreiding is natuurlijk vooral te danken aan de meerdere ETF's en dat ik een groot deel juist in ETF's beleg. En het kan natuurlijk geen toeval zijn dat ik Facebook wil toevoegen aan het portfolio. Ik heb dit al meerdere keren aangegeven, dus voor velen zal het ook niet komen als een verrassing. Maar nu heb ik heel veel extra beweegredenen waarom ik nogmaals ga instappen, ook al is de prijs hoger dan de vorige keer toen ik een video maakte over Facebook. Ik ga in het eerste gedeelte van deze video Facebook analyseren en in het tweede gedeelte zal ik het aanschaffen bij de Giro voor het portfolio. Wil je ook gebruik maken van de Giro, dus dat je daar je aandelen en je ETF's kan kopen, kijk dan eventjes in de beschrijving. Ik heb daar een linkje geplaatst naar de Giro en als je besluit te reageren via de link help je ook nog eens het kanaal en dat zou ik altijd waarderen. Facebook, het is misschien een beetje een saai aandeel. Doet het al jarenlang heel erg goed en heel veel verwachten dat het nog jarenlang goed blijft gaan. Zal de omzet in 1 jaar tijd met 100% stijgen of zal de net inkomen eventjes verdubbelen? Nee, natuurlijk niet. Je hebt het namelijk over een gevestigde naam met een omzet van 86 miljard in 2020. En in 2019 was er een omzet van 70 miljard. Dus natuurlijk, er is geen sprake van een verdubbeling in de omzet zoals je ziet met opkomende groeiaandelen. Maar het is natuurlijk nog steeds gigantisch dat een bedrijf met 70 miljard in 1 jaar tijd die omzet laat stijgen met 22%. En als we ook heel eventjes kijken naar de netinkomen, dat is helemaal indrukwekkend, van 18,4 miljard in 2019 naar 29,1 miljard in 2020, dan heb je het over een stijging van 58%. Dat geeft dus aan dat Facebook steeds beter wordt in heel veel geld verdienen. Cash on hand blijft ook maar groeien en dit is natuurlijk een belangrijk punt. Met 61 miljard aan cash kan Facebook heel veel verschillende kanten op. Alleen ik weet niet wat ze gaan doen, maar ik heb wel 3 mogelijke scenario's wat ze kunnen doen. Beginnen met het uitbetalen van dividend. Met een hoge free cashflow moet dit makkelijk mogelijk zijn. En ik denk dat heel veel beleggers dit ook zullen toejuichen. Het zal natuurlijk geen 7% zijn zoals bij AT&T, maar Facebook is financieel gezond en 1%, ja, dat moet makkelijk te doen zijn. Want we weten met het ongelimiteerd geld printen van de centrale banken dat heel veel cash op de balans hebben niet de beste aanpak is. Je moet er dus iets mee doen. Anders neemt de koopkracht van Facebook heel snel af. En Facebook koopt op dit moment ook weinig eigen aandelen terug, dat valt heel erg mee. Dus ik denk dat dividend zeker een realistisch scenario is. Nog een scenario is om dat cash te gebruiken voor meer overnames. Alleen is het wel zo dat Facebook op dit moment in een lastige situatie is omdat er extreem veel bij komt kijken voordat Facebook groen licht krijgt om iets over te nemen. Want Facebook is al heel erg dominant en te dominant, ja, dat mogen ze natuurlijk niet worden. Maar investeren om verder te groeien zou ik zeker toejuichen. Ik denk heel veel aandeelhouders. Want als we eventjes teruggaan in de tijd, een overname van een Instagram of een WhatsApp, ja, dat waren meesterzetten. Dus ik denk dat heel veel aandeelhouders dat ook graag willen zien. Want het geld nu maar gewoon laten staan, ja, dat is eigenlijk geen optie. Het is natuurlijk helemaal niet vervelend, hè, als een bedrijf 61 miljard aan cash heeft, maar daar moet je toch iets mee doen. Maar wat is optie 3 dan? Optie 3 is Bitcoin, de hedge tegen de afnemende dollar. We hebben natuurlijk al gezien dat een Tesla of een Square Bitcoin hebben aangeschaft en Facebook kan met 61 miljard aan cash heel makkelijk 2 tot 5 miljard in Bitcoin stoppen. En Facebook was natuurlijk al bezig met cryptocurrency. Libra was het project wat de oplossing moest bieden om zonder bankrekening toch toegang te krijgen tot het betalingsverkeer die we vandaag de dag zo normaal vinden. Dus het is zeker een optie.
En Zuckerberg heeft natuurlijk twee rivalen, de Winklevoss Twins. Die hebben heel veel rechtszaken gehad over Facebook. En die zitten op dit moment in Gemini. En die zitten dus diep in crypto en hun vermogen stijgt razendsnel. Het zal echt niet de hoofdreden zijn, maar je weet altijd dat op de top er altijd concurrentie is. En al helemaal met mensen die een verleden hebben dat ze elkaar eigenlijk niet kunnen uitstaan. Maar ik denk zeker met die cash dat een gedeelte in Bitcoin stoppen helemaal niet zo gek hoeft te zijn. Zeker omdat ze natuurlijk in het verleden al aan hebben getoond te kijken naar cryptocurrency. Dus alle drie de scenario's die spreken mij aan, want de mogelijkheden met cash, ja, die zijn prachtig. En op dit moment maken ruim 1,8 miljard mensen dagelijks gebruik van Facebook. En dat stijgt alleen maar. En als je even Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger bij elkaar voegt, dan kom je uit op 2,6 miljard dagelijkse gebruikers. En je ziet het heel erg duidelijk, dat blijft maar groeien. Dus die cashpositie op dit moment, die zal alleen nog maar toenemen. En al helemaal wetende dat Facebook per gebruiker steeds meer omzet behaalt. Dus het is een beetje dubbelop. Steeds meer gebruikers en ook nog eens meer omzet per gebruiker. En er zijn natuurlijk altijd risico's met aandelen en ook met Facebook. Er zijn heel veel rechtszaken omtrent privacy. En in Amerika hebben op dit moment de democraten de macht en die kunnen dus heel veel veranderen. Dat kan dus verkeerd uitpakken voor Facebook. En je hebt ook heel veel aandeelhouders die gewoon nooit willen investeren in Facebook door bijvoorbeeld die privacy redenen. En we weten het ook allemaal met social media, iets kan heel snel populair worden. Instagram op dit moment is extreem populair. Maar blijft dat de komende 10 jaar nog steeds zo populair? Niemand heeft daar het antwoord op. En natuurlijk als je kijkt bijvoorbeeld naar elektrische voertuigen, het duurt eventjes voordat een concurrent in één keer een hele gevaarlijke concurrent is. Maar op social media kan zomaar binnen een half jaar en in één keer een social media uit de grond komen die iedereen wilt gebruiken en Instagram kan daar bijvoorbeeld heel veel last van hebben. En als we het toch eventjes hebben over Instagram, vergeet me zeker niet te volgen, ik probeer daar elke dag wat te posten. Facebook is op dit moment goedkoop als je het vergelijkt met een Apple of een Netflix. Een forward PE ratio van rond de 28 met geen schuld en een sterke groei in omzet, net income, gebruikers, omzet per gebruikers en ook nog eens 61 miljard aan cash. En dat zie ik als belegger graag, dus ik stap ook heel graag in. In mijn privéportfolio is het ook al een erg grote positie, want ik heb extreem veel vertrouwen in Facebook in de komende 10 jaar. En soms is het gewoon verstandig om je te richten op bedrijven die de potentie al hebben waargemaakt en langzaam maar zeker door blijven groeien. Opkomende bedrijven die zich nog moeten waarmaken, stel je voor je bent er aan het begin bij en ze weten die potentie waar te maken, dan ga je heel veel rendement pakken. Maar er is helemaal niks mis mee om te gaan beleggen in een gigant. Natuurlijk, het kan wat saai zijn, maar als het rendement oplevert, dan beleg ik heel graag op een saaie manier. Voordat we doorgaan naar de Giro om Facebook toe te voegen aan het nieuwe portfolio, vergeet zeker niet te abonneren. Ik zal het namelijk echt op prijs stellen, want 50.000 abonnees is het grote doel en ik kan dus alle steun gebruiken. Goed, gaan we nu over naar de Giro, want het is tijd om Facebook toe te voegen aan het portfolio. Zoals jullie zien is er een vrije ruimte van iets meer dan 550 euro. Ik ga namelijk 2 aandelen kopen van Facebook en dat komt neer op ongeveer 500 euro. Dus is er daarna ook nog genoeg vrije ruimte om de laatste ETF van de maand april toe te voegen. Dat zal dus in de komende dagen gaan gebeuren. En dan heb ik de eerste maand erop zitten. En dan gaan we natuurlijk op 1 mei beginnen weer op nul. En dan zal er weer 3000 euro geïnvesteerd worden, want dat is namelijk het doel om elke maand te beleggen. Deze maand zal het ietsjes meer worden, maar op de lange termijn zal het ongeveer neerkomen op 3000 euro per maand. Dus laten we maar gewoon gelijk zoeken naar Facebook. Je ziet waarschijnlijk meteen inderdaad dat hij aan de bovenkant stond, dat je natuurlijk een aandeel is wat hartstikke populair is. Net stond het alweer een stukje hoger. Je ziet vandaag op $305 en nu op $303. Dus ik ga op dit moment kopen. En ik ben natuurlijk een belegger voor de lange termijn. Maakt het me heel veel uit of het nu $303.87 is of $304.60. Eigenlijk niet. Ik kijk alleen maar naar de lange termijn. Maar iedereen wil natuurlijk zo laag mogelijk instappen. Dan druk ik op koop. Ik zet de limiet op $304. Dan zal die denk ik wel doorheen komen. 2 stuks, ietsjes meer dan 500 euro. Ik druk op plaats order. Krijg eventjes de bevestiging dat je 50 eurocent geschatte girokosten hebt. Dan druk je op bevestigen en waarschijnlijk zal het er meteen doorheen gaan. Inderdaad, 2 stuks tegen $303.93. En in de laatste paar afleveringen van Portfolio Show zag ik vaak de comments voorbij komen of ik aan het einde van de video eventjes het portfolio kon laten zien. Om inderdaad eventjes te laten zien hoe we er op dit moment voor staan. Nou, het is nu het einde van april, dus de eerste maand is voorbij. Dus dat is wel een goed moment om
heel eventjes te kijken hoe we ervoor staan. En zoals je ziet doet het portfolio het gewoon prima. Als je kijkt naar de ETF's, daar zal ik natuurlijk het meeste gaan investeren. Is het natuurlijk nu nog niet echt denderende resultaten. Want het zijn natuurlijk ETF's, dat is echt puur alleen maar lange termijn. En je gaat met een ETF, zeker een gespreide ETF, niet 10% rendement pakken in een maandje tijd. Maar dit zijn gewoon 4 posities die ik nog jarenlang natuurlijk ga uitbreiden. Dus is het nu leuk dat het 0,64% in de plus staat of 0,35%? Natuurlijk, ik heb er veel liever dat ik in het begin meteen 1% in de min sta. Maar het enige wat telt is natuurlijk de lange termijn. Als je kijkt naar de individuele aandelen, dan zie je natuurlijk dat Crash Collapse behoorlijk onderuit is gegaan. Eigenlijk het moment dat ik het heb aangekocht is het naar beneden gegaan. Maar als je ziet, FuboTV doet het hartstikke goed. Op dit moment 13,5% of zelfs ietsjes meer. NIO staat ruim 8% in de plus. Ja, en Facebook is natuurlijk net aangeschaft. Dus in de maand mei ga ik precies hetzelfde herhalen. Ik zal deze 4 ETF's met het vaste maandbedrag weer uitbreiden. Er komt in de komende dagen nog een extra ETF bij. Die video's zien er natuurlijk vanzelf tevoorschijn komen. Stel je voor, een van deze 4 aandelen gaat keihard onderuit. Stel je voor, Facebook gaat naar $250. Dan zal ik die posities gaan uitbreiden. Maar het doel is wel om in mei weer 4 nieuwe of 3 nieuwe posities toe te voegen aan het portfolio. Ik zorg natuurlijk al voor heel veel spreiding met deze ETF's. Zeker natuurlijk met een Vanguard All World, wat natuurlijk een wereldwijde spreiding heeft. Maar toch wil ik ervoor zorgen, als ik kijk naar de losse aandelen, dat ik er ook voor zorg dat inderdaad daar genoeg spreiding is. En natuurlijk weet ik ook dat de Facebook al een behoorlijk deel uitmaakt van bijvoorbeeld de S&P 500 ETF en de Vanguard All World ETF. Maar ik heb zoveel vertrouwen dat ik dat helemaal niet erg vind. Voor nu komen we aan het einde van deze video. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet zeker niet te abonneren. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.